onze visie op de energietransitie. De manier waarop we wonen, werken, reizen en voedsel verbouwen verandert ingrijpend. Om iets te doen aan de CO2-uitstoot tekenden talloze landen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin staat omschreven dat we de CO2-uitstoot terugdringen tot nul in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe we om moeten gaan met energie in ons land. Het roept vragen op. Wat moeten we doen? Over op All Electric? Kijken naar nieuwe energiedragers als waterstof? Of toch aardgas behouden? Er zijn meerdere oplossingen die naar duurzaamheid leiden. Door gebruik te maken van verschillende energiedragers als elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten kunnen we realistische en betaalbare oplossingen neerzetten. Welke oplossing we ook kiezen, we moeten er rekening mee houden dat 85% van de woningvoorraad in 2050 er nu al is. Slechts 15% van het totale bestand wordt dus tussen vandaag en 2050 gebouwd. Duurzame elektrische oplossingen lenen zich uitstekend voor nieuwbouwwoningen met een hoog rendement door goede isolatie volgens de hoogste bouwnormen. Een goed voorbeeld hiervan is een warmtepomp. Hiervan worden twee varianten het meest toegepast. De luchtwatervariant, die warmte uit de lucht gebruikt om de woning te voorzien van warmte en warm water. Daarnaast zijn er ook grondgebonden warmtepompen, die gebruik maken van de warmte uit de grond. Voor oudere woningen is het ook mogelijk om te kiezen voor een hybride. Een combinatie van een warmtepomp en een gasgestookte cv-ketel. Voor de bestaande woningen zijn gasvormige toepassingen een goede oplossing. Denk hierbij aan nieuwe gasvormen als waterstofgas, biogas en synthetisch gas. Waterstof en andere duurzame gasvormigen kunnen eenvoudig en zonder verlies opgeslagen worden en zijn CO2-neutraal. Met aanpassingen kunnen we voor het transport gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk. Naast gasvormigen en elektriciteit kunnen we ook gebruik maken van warmtenetten als energiedrager. Woningen aangesloten op een warmtenet kunnen gebruik maken van de restwarmte van industrie, zonder om deze restwarmte verloren te laten gaan. Daarnaast is bodemthermie ook een geschikte oplossing voor een warmtenet. We maken dan gebruik van de aardwarmte op 2 kilometer diepte. We zijn realistisch. In onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. 3 energiedragers. Elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten. Daar geloven wij in. Dat kunnen we alleen realiseren met natuurlijke bronnen zoals zon en wind. En door rekening te houden met de mogelijkheden qua opslag en transport. De energievoorziening moet een mix zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Dat is onze visie.